Magie kieken, nou wat steek me zin toe. Magie kieken, laat me kieken, nou wat steek me zin toe. De voorstelling gaat over schuld. Mensen die moeite hebben met rondkomen, die schulden hebben of last van schuldgevoel hebben of andere mensen de schuld geven van hun eigen schulden of hun armoede. Dat waren boetelanders, maar die hadden alles aan. Een goede televisie, meer kleren en de groenste iPhone. Naast dat we met de spelers gesproken hebben over hun eigen ervaringen, zijn we ook de stad in geweest. En hebben een 50-tal interviews gehouden met verschillende mensen uit de stad Maastricht. Over onder andere de ervaringen rondom het thema armoede. We consumeren te veel. We zijn verslaafd geraakt aan consumeren. De breedste zin van het woord. Dus niet alleen financiële armoede, maar ook geestelijk. Het hebben van veel of weinig sociale contacten. Dat zijn allemaal onderwerpen die we met de buurtbewoners besproken hebben. En alle input die we uit die gesprekken hebben gekregen, die zijn door de regisseuse verwerkt tot een script. Ik heb foto's van mijn rug laten maken. Daar moet ik 162 euro voor bijleggen. En dat geld heb ik eigenlijk nodig om een wasmachine te repareren. Buurtheater Mariaberg is een hele, hele grote groep mensen waarvan je een deel hier nu op de vloer hebt zien spelen. De acteurs of de spelers uit deze groep zijn, daarvan zijn er 6, maken deel uit van de harde kern. Dat zijn vrijwilligers, dat zijn dus niet professionele spelers. Maar om die spelersgroep heen heb je ook nog een enorme productiegroep. Dat zijn mensen die het decor bouwen, het licht verzinnen, geluid maken. Je hebt gezien in de voorstelling dat er heel veel eten op tafel komt. Dat is gemaakt door kinderen van de VMBO Maastricht. Wij zijn hier de voorbereiding aan het treffen voor het theater van de buurtheater Mariaberg. Wij zijn met leerlingen van VMBO Maastricht zijn wij het eten aan het klaarmaken. En dit doen we naar aanleiding van de match die we hebben gemaakt op de maatschappelijke beursvloer. Daar hebben we de match gemaakt dat wij van hun laptops en telefoons krijgen. Die hebben we meegenomen voor onze stage, maatschappelijke stage in Sri Lanka. Die laptops en telefoons hebben wij gekregen en als tegenprestatie maken wij nu voor een aantal voorstellingen het eten klaar. Zodat zij hun toneelstuk met een mooi gedekte tafel kunnen opvullen. Wat we ook hebben gedaan is een speciale actie georganiseerd. Koop een kaartje voor een ander. Dat betekent dat mensen een theaterkaartje hebben kunnen kopen voor een ander. En die ander, dat zijn dan mensen geweest die financieel niet in de gelegenheid zijn om een theaterkaartje te kopen. Maar de anderen de gelegenheid krijgen om toch onze voorstelling te mogen bezoeken. 1392 euro voor een eenouder gezin met 2 kinderen. En 2100 euro voor een tweeouder gezin met 3 kinderen. Wel allemaal. In de maanden mei en juni gaan we ook nog een aantal buurten in, in samenwerking met Traject. Daar gaan we een kleine sketch maken van deze voorstelling, van de voorstelling Schuld, daar laat ik mij voor hangen. Daarna gaan we met buurtbewoners die uitgenodigd worden, die vrijblijvend kunnen komen, gaan we ook de dialoog aan om samen het te hebben over het thema armoede. Maar ook om samen na te denken van wat kunnen we nu met z'n allen doen tegen armoedebestrijding. Ik ga wel eens van het graf van mijn oma als ik gekut voel. Zal ik daar bij het graf van oma te lullen? Die stond fucking te lullen tegen een stem. Ja, helemaal.